Hallo, goedemorgen lieve mensen. Ik ben Robert en ik ga vloggen voor Klemmer vandaag. Ik ben echt net wakker, 5 minuutjes. Maar ik heb me een klein beetje verslapen, want ik ben dus weer aan het sporten. Poging 900, voor de mensen die mij al volgen. Die weten dat ik een soort haat-liefde-verhouding heb met sport. Vooral heel veel haat. Maar ik heb het nu weer een soort van een beetje opgepakt. En het gaat op zich best wel goed. Ik begin er nu ook echt wel plezier in te krijgen. Dus ik ga me even klaarmaken. En dan ga ik boksen. Ik kan ook absoluut niet vloggen, jongens. Dus ik doe echt mijn best vandaag. Het is het meest vreselijke licht ooit, maar Rijk en ik gaan nu boksen. Voor de derde keer deze week, jongens. Ja. Voor de derde keer. Goed, jongens. Ik heb net gesport. Ik heb het alleen niet gefilmd, omdat ik dacht... ik zit nu net sinds een week in deze gym. En ik heb in die hele week, ben ik nu 4 keer geweest... en ik heb nog nooit iemand daar een foto of een filmpje zien maken. Dus ik dacht, het is misschien een beetje gek als ik dat daar ga doen. Misschien is het niet gek, maar ik blijf het toch een soort van ongemakkelijk vinden. Ik heb ooit zelf een poging gedaan in mijn leven om te vloggen... maar ik vond het te ongemakkelijk om me daar een soort van mee bezig te houden. Dus ik heb dat heel snel opgegeven. Maar ik ga even naar huis, ik ga even douchen. Het is nu 10 uur 's ochtends, ik ga even boodschappen doen. Ik moet nog heel veel wasjes doen, want ik ben afgelopen een paar dagen geleden teruggekomen van vakantie van een maand. Dus ik moet nog heel veel wassen. Einde ochtend, begin van de middag, opnames. Met mijn lieve vriendin Anna. Goed, ik in gezonde fases drink ik dus altijd matcha. Ik heb dit ooit bij Romee gezien, ik weet dat zij dat drinkt. Aangezien zij bij mij toch wel het beeld geeft van fitheid, gezondheid... goed in je vel zitten, nou eigenlijk kortom gewoon strak en slank, dan denk ik aan matcha door Romee. Dus nu drink ik ook matcha. Een onwijs slecht verhaal. Ik ben gewoon niet goed in dit. Ik ben gewoon tot de conclusie. Kijk, maar in ieder geval, ik heb er dus 2 besteld. Deze drink ik dus altijd. Dit is de Hydrate Me en dit is Double Dutch. Hier zit dus ook nog ginger in. Dus ik dacht, ik wilde iets nieuws proberen, maar ik dacht als die nou niet lekker is, dan heb ik sowieso nog deze. Dus ik heb ze alle 2 besteld. Heel lekker. Maar ik vind gewoon mijn Hydrate Me vind ik wel lekkerder. Ik ga even mijn ontbijt maken. Ik ontbijt letterlijk nooit, maar nu, sinds ik dus deze week aan het sporten ben, is dit de eerste dag. Dus vandaag natuurlijk woensdag dat ik dacht, misschien moet ik het wel weer gaan ontbijten een beetje. Dus ik neem nu een beetje kwark in de ochtend. Dus eigenlijk was het de eerste keer dat ik het doe, maar goed, dat maakt niet uit. Dan doe ik er... Nou, dit heeft natuurlijk geen zin. Nou, jongens, tot zover mijn ontbijt. Ik ben nu filmen op de Westerstraat, ergens in de studio, maar ik heb dus geen idee waar het is. En niemand neemt zijn telefoon op. Anna niet, Romy niet, niemand niet. Het is ijskoud. Ik heb ook nog eens een ijskoud drankje. Who spends the most money? Who will have kids first? Who will get married first? Who has the better style? Who is meaner? Ik merk dat ik het vloggen best wel lastig vind en de hele tijd vergeet. Maar ik heb dus net opnames gehad met Anne. En we hebben dus, laat maar zeggen, een Anne-haat. Of nou, haat is het verkeerde woord. Maar Anne was nooit zo'n fan van TikTok. Dus ik heb met haar een soort van IGTV opgemaakt waar we allemaal vrijwel TikToks gingen nadoen. En toen hebben we even geluncht met haar neefje en nichtje. Die net zo. Zijn echt de 2 leukste kinderen ever. En ik ben nu heel eventjes bij mijn lieve vriendin Amira. Hallo. En Amira heeft een hele leuke winkel in Amsterdam. En we zitten hier heel even te evalueren hoe het met het leven gaat. En ik moet zo even naar de huisarts. En daarna heb ik nog 1 afspraak in Amsterdam Oost. En dan zit mijn dag er alweer op. Jongens, mijn dag zit er voor nu een soort van op. Ik ben terug. Ik had een afspraak in Zuidoost. Dat was een beetje gek als ik daar ging vloggen, dus dat heb ik niet gedaan. Ondertussen ben ik wel weer aan mijn was begonnen. Het is echt afschuwelijk. De kwaliteit van dit ook. Het licht hier is ook afschuwelijk. Maar ik weet niet of je het kunt zien, maar dit moet ik dus allemaal nog wegwerken. Denk je misschien valt mee? Nee, dit zijn ongeveer 6-7 wasjes. Maar goed, we blijven positief. Er is er net weer eentje klaar. Ga ik eruit halen, ga ik in het droger doen. Love my life. En zometeen komt Daantje eten. Dat is een van mijn beste vriendjes. Hallo, dit is Danielle, jongens. Hallo, Daan.
En ik was met daar een maand op reis. We zijn ook net terug en het is soort van weer de eerste keer dat we elkaar zien. En dat we terug zijn. En Thailand reunie niet. En we hebben in Thailand de hele dag elkaar aan zitten kijken wat we nou gingen eten. En elkaar heeft het een schuldgevoel aangepraat als de ene meer friet had dan de ander. Maar vanavond, om het even te vieren en aangezien we allebei weer gesport hebben, hebben we lekker een pizza date met wijn. Met wijn, jongens. En dat allemaal op de woensdagavond. Het leven is een feest. Het leven is een feest, alleen je moet zelf de slingers ophalen. Je moet zelf de pizza bestellen. En zo is het, en niet anders. Nou, groetjes. Lieve mensen, het voelt heel oud om dit te zeggen. En ik ben pas 21, maar het is 21:15 s'avonds en ik stort helemaal in. Ik heb nog steeds zo last van die jetlag. Ik ben nu 5 dagen terug. En ik word elke nacht gewoon rond 3-4 uur wakker. Wat absoluut vreselijk is. Maar het is wat het is. Ik denk oprecht gewoon dat ik nu maar ga slapen. Maar ik vond het een moeilijke dag. Ik heb wel oprecht echt mijn best gedaan. Ik hoop dat dat wel te zien was. Maar ik merk gewoon dat ik dat vloggen toch. En het zit gewoon niet in mijn systeem om het te moeten doen. En ik ben dan toch de hele dag, zoals vandaag, dat ik op veel verschillende plekken moest zijn. Dus ik ben dan toch de hele dag van A naar B met de scooter. En... Maar goed, maakt ook niet uit. Maar ik hoop dat jullie een beetje een soort van inzage hebben gehad van een dag. Wat ik doe, niet dat het boeiend is, maar ik heb het soort van laten zien. Dus ik hoop dat het een soort van dat je dacht, nou, hey, leuk. Misschien denk je het einde van het zien van deze video dat je denkt, fuck, dit was echt onwijze tijdverspilling. Snap ik ook. Ik breid er een einde aan. Ik wil jullie onwijs bedanken voor het kijken. Als je het tot hier gehaald hebt, 10 punten voor jou. Wie weet, tot heel snel. Dag.